Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Boven het noorden van het land liggen de dikste wolken en daar valt vanochtend ook nog een enkel spatje regen, maar veel stelt het eigenlijk niet meer voor en een neerslag trekt naar het noorden weg. Daarna heeft het zuiden de meeste zon met vanochtend al temperaturen van een graad of 15, vanmiddag loopt het kwik daarop tot 22 of lokaal zelfs 23 graden. In het noorden is de graad of 17, op de wadden blijft de temperatuur nog wat verder achter. Verder kan er vanmiddag in het binnenland een enkele bui vallen. Het zuiden houdt de meeste zon. Ook vanavond een lokale bui in het binnenland. Verder is het toch ook wel meest droog met brede opklaringen en een temperatuur die daalt naar een gemiddelde van ongeveer 15 graden. Vannacht neemt de bewolking toe en morgen regent het geruime tijd. Misschien eerst nog wat zon in het zuidoosten en laat op de dag een paar opklaringen in het noordwesten. Met de regen gaat ook de, de hoge temperatuur in het land uit, het wordt 10 tot maximaal 14 graden. In het weekeinde 10 tot 12 graden, met zaterdag nog een bui en vrij veel wolken, zondag heeft de zon duidelijk meer ruimte. Na het weekeinde loopt de temperatuur dan langzaam op, maar het wordt ook weer wisselvalliger. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.